heel hartelijk welkom op deze historische plek. De Zakkendragerspijp op de Voorstraat in Harlingen. Ik vind het geweldig dat er zoveel Harlingers en ook oud-Harlingers naar hier zijn gekomen om aanwezig te zijn bij de onthulling van het beeld van Rikke Spoes. Voor zover ik het kan nagaan, het eerste beeld in Nederland van een nieuwsbladjournalist, een oude zeun, wiens werk en ideeën nog lang zullen blijven voortleven in onze mooie stad. Rikke Spoes is teruggekeerd in het Harlinger stadsgebeuren. Een herinnering aan de tijd van mijn jeugd, toen er nog geen internet was, geen WhatsApp, geen Twitter en Facebook. Hij was de man die op zijn kapteinmobilet de stad doorkruiste op zoek naar nieuws. Zijn brommer behoorde bijna tot het stadsmeubilair en stond vaak geparkeerd op de stoep van de drukkerij op de Voorstraat 84. Op het gele bordje, dat toen verplicht op het voorspaadbord bereikte, had stadsschilder en illustrator Sjouke Lettega een fraaie poezekop geschilderd met het woordje pers. Daardoor was Rikke Spoes een man van aanzien in de stad. Zijn opschrijfboekje in de hand en een pakje kranten onder de snelbinder. Hij was een van de eerste journalisten in Nederland die de berichtgeving in de vaak voorname kranten volledig op zijn kop zette. Geen landelijk nieuws, geen politiek, maar smeuïg stadsnieuws, doorspekt met een vleugje Harlinger humor. Hij schreef 2 maal per week een eigen stadsrubriek met de toepasselijke naam Langs de Straat. Iedere aflevering eindigde met een 2-regelig poezengedichtje, waarover op het redactiekantoor hevig met hoofdredacteur Fokke Drost werd gebrainstormd. Opmerkzame redacties van provinciale en landelijke kranten hadden al gauw in de gaten dat zijn manier van nieuwsbrengen aansloeg bij de abonnees en goed werd gelezen. Veel poezenberichtjes werden dan ook gretig overgenomen door andere kranten en behaalden regelmatig de landelijke en zelfs de wereldpers. Over Harlingen promotie gesproken. De beide dochters van de Harlingen nieuwsjager, Anneke en Ritty Atema, zullen zo het beeld van hun vader, dat zo treffend is gemaakt door de oud-Harlinger kunstenaar Henk Sielstra, onthullen. Beelden en monumenten zijn voor de mooie binnenstad van Harlingen een sieraad en ook een inspiratiebron voor de Harlinger stadsgidsen die erover kunnen vertellen en aan veel bezoekers, in onze stad die door hen worden rondgeleid. Vanaf nu is ook het boekwerkje Rikke Spoes terug op de Voorstraat te koop in de boekhandel. Na een korte terugblik over het werk van Henricus Atema zijn in dit boek de oorspronkelijke verhalen opgenomen van Oene Klep en zijn maten Blauw Beffeke en de Vlieber in het onvervals Harlinger taaltje. Schitterende verhalen die zijn tijd, zonder dat toen bekend was dat Rikke Spoes de schrijver was, in de Harlinger krant zijn gepubliceerd. De prijs van het 100 paren herstellende boekje is €12,50. Rest mij iedereen hier aanwezig te bedanken voor hun komst. En wel in het bijzonder de wethouder van cultuur, Hein Kuiken, van de gemeente Harlingen, die het beheer over het beeld zal overnemen. Heel veel dank ook aan de Vereniging tot Behoud van het Harlinger Erfgoed, de Harlinger Courant, het Centraal Comité en de Vereniging Oud-Harlingen voor hun steun en financiële bijdragen die de realisatie van dit project hebben mogelijk gemaakt. Niet alleen Henk Sielstra heeft al zijn vakmanschap aangewend er iets moois van te maken, maar ook de mannen van de kunstschieterij De Olieslag in Brummen, waar het beeld in brons is gegoten en in elkaar is gelast. Een beeld heeft ook een fraaie sokkel nodig en ik vind het geweldig dat de Harlinger bedrijven Hopmans Bouwsupport, Postima Metselwerken en de firma BMN Bouwmaterialen geheel belangeloos de prachtige sokkel hebben gebouwd en de technische realisatie van dit project samen met Henk Sielstra mogelijk hebben gemaakt. En nu kunnen we onze nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en zal ik aan Anneke en Ritty vragen het doek over het beeld te verwijderen. Ja, dat is wel. Ik heb een harde kracht.
Dit is echt schitterend, hè? Herken je je vader erin? Ja. Ja. Echt heel mooi. De hagelende kraant achteraf, ja. Super. Oh, die zit er hierboven met enorme smile. Dat ja, weet ik zeker. Ja. Hij maakt het niet uit, hè. Het is echt prachtig. Het is helemaal mooi, hè? Met mooi, hè? Ik had het nog niet in brand gezien. Ja, nee. Ja, ik heb het. Dat is voor mij in deze straat. Ja, dat is zo. Ja, dat is Zielstra, de maker van het beeld van Rikke Smoes. Henk? Ja, ik kan natuurlijk niet laten om iets te zeggen. Nou had ik het wel kunnen bedenken, alleen ik had het niet bedacht. Want als je weet dat Johan Drost een beeldje voor zijn vrouw Klaske, die, ik mag het wel zeggen, want het stond in de krant Klaske 65 werd, als een drost een beeldje meeneemt, dan weet je natuurlijk wel dat dat in de krant komt. Ja, zei Johan, we gaan met de Sudhoek die met de piepke komen staan. Ik dacht, ja, dat zal wel. Toen kwam zijn neef ook bij, Henry Drost, ik ken hem nog van vroeger. Nou, als het drosten iets in het hoofd hebben, zegt ze, dan komt het eruit. En inderdaad, hoe is het mogelijk, hij staat daar op piepke. Riekes Attenman, klaar met zijn notitieblokje om het nieuws vast te leggen wat er in Harlingen gebeurt. Een echte oude zeun die op zijn speciale manier het nieuws in Harlingen bracht. Riekes Poes behoort tot het gilde van de oude zeunen. Van de jaren, nou laat ik het zo zeggen, eind jaren 50, jaren 60, begin jaren 70. Toen zag ik al die Harlingers lopen en Riekes Poes was er één van. Wij oude zeunen, want ja, zo gauw ik het bord Harlingen passeer, ben ik ook een oude zeun. Want je blijft een oude zeun, daar ben je geboren en getogen. Als je bij een oude zeun hoort, ja, weet je wat er mooi is met oude zeunen? Dat heeft iets moois. En wij oude zeunen zijn niet zo geëmancipeerd. Want voor een vrouw hebben we niks. Ja, kien of mees. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Oud mees. Een oud kien. Een oud kien wordt nergens bij. En een oud mees. Ja, die is natuurlijk al afgeschreven. Laten we eerlijk zijn. Wij kennen alleen maar een oude zeun. Dat is iets kameradschappelijks. Nou is Riekes Poes zeker niet afgeschreven. En ik denk ook niet uitgeschreven.
Hij notuleerde met heel vlotte hand het nieuws in Harlingen. Dat deed hij heel bijzonder. En als kind las ik de Harlingenkrant heel graag. Mijn vader zei vroeger altijd, je moet de krant lezen. Nou, de Harlingenkrant die spelde ik. Poes had zijn eigen proza. Met nieuwjaar, burgemeester Nauta toen nog, die had dan nieuwjaarsreceptie. Nou kan Riekes Poes natuurlijk zeggen dat er een nieuwjaarsreceptie is. En ik kan dat heel diplomatiek en mooi vertellen. Nee, dat zei hij niet. Hij maakte er dit van. En die avond liet de burgemeester Nauta in het gemeentehuis opnieuw de handen fijn knijpen. Ditmaal door de Harlinger bevolking. Ja, dat is natuurlijk prachtig proza. Zo van, jongen, we knikken dit goed hoor, maar hoogste gaten, we willen dit en dat. Harlingers zijn speciale mensen. Nou had Riekes ook een heel mooi onderdeel, het was bond allerlei. Nou, allerlei snapte ik wel, maar dat bond, dat dacht ik, bond? Dat waren verhalen, ze gingen daar nergens over, maar ze waren prachtig om te lezen, vooral als kind. Neem nou het verhaal van Plissie Bakker. Plissie Bakkers vrouw, die zei, jongen, moet luisteren, ik moet een dag weg, dus je moet voor jezelf koken. Nou, dan Plissie Bakker, dan gaan we patat bakken. En hij zette alvast het vet op. En in plaats van daar nou reepjes aardappel in te doen, gooide hij daar koolraap in. En dat kwam in de krant. Dan dacht je, hoe kan dat nou in de krant komen? Maar ja, weet je, ik denk dat dag van tevoren Riekes daar op de Noordijs naar binnen stapte en zei, is er nog nieuws? Nou, er is geen nieuws. Alleen Bakker die heeft koolraap gebakt in plaats van patat. Dat is mooi zo, dat zetten we in de krant. Toen ik voor mijn broer, Gerrit Paul, dat was de hulp van Wauw Smit, een plastiek maakte van Tim. Gerrit Paul reed op de oude bakfiets van Bouwen door de stad. Daar had hij tafels en stoelen enzovoort op. En hij was jarig en ik dacht, ik maak van hem een plastiek. Toen Bouwen het zag, zei hij, dat is leuk, dat ben ik. Nee, die baas zei Gerrit Paul, dat ben ik. Hij zei, wat maak je tuurtje, we gaan met Poes en dezelfde dingen mee. En zo gebeurde. Bouwer naar Poes en Poes zei, die maakte gelijk een foto van. En het is al even genoemd, Fred. En er was ook een spreuk bij. En die spreuk leidde als volgt. Hij had elke keer rechts onderaan de spreuk. Goed idee van die onderwijzer, Bouwer Smits loopt om oud ijzer. Dat ik, wat zou hij nou van dit beeld zeggen? Daar ben ik eigenlijk best benieuwd naar. Riekes is terug in Harlingen. Hij rijdt hier over klinkers langs het water. En ik heb dat jaar, het staat hier een beetje verscholen. Ik heb een serie schilderijen en beelden gemaakt over klinkers langs het water. Net zoals Jan Wolkers terug naar Moesgeest gaat, ga ik terug naar Harlingen. Ja, dat zit ik hier, dat bouw ik dan uit. En hij gaat dus hier over klinkers langs het water. Nou is het zo dat ik als kind dacht dat het nooit voorbij zou gaan. Zoals Wim Sonneveld het zingt in zijn dorp. Ik was een kind, ik wist niet beter, dat het ooit voorbij zou gaan. Maar ja, het gaat wel eens een keer voorbij natuurlijk. Nou wil ik afsluiten met een gedicht, een sonnet. En dat heet Mijn Stad. Vanaf de Suikerpier zie ik mijn stad. Ik hoor in gedachten de stadsgeluiden. Jan en Aten die hun verse groente duiken en burgers die elkaar plagen in het stadsplat. Ik zie de Harlingers van toen op straat. Engelen duwt zijn handkar met veel gevoel. Bouwer verkoopt zijn handel vanuit de stoel. En Riekes Poes noteert hoe het hier gaat. Ik ruik de geur van teertouw bij Piet Boon. De genadeloos kleurt zeelucht ongewoon. En langs de singel ademt Friesia zoet. Klank, geur, beelden van die oude mannen. Nou, zeuren! Die lui die hek niet kan! Het kind in mij luistert met veel weemoed. Zouden ze dan allemaal vergeten zijn? Nou, ik denk het niet, want als Riekes Poes nu weer op zijn sokkel staat, dan weet ik zeker dat hij heel veel dingen noteert. En om Riekes komen natuurlijk heel veel mensen te staan en die gaan vertellen. En die houden dat van toen, denk ik wel,
in ere. Lieve mensen, en dan wil ik één meneer bedanken. En ik weet zeker dat hij zijn boeitje man. Dat is Jan Forstenburg, Jan. Want toen Johan vroeg weer een tekening maken, zei Jan, ah nee, we hebben Henk Zielster geweest, woont in Apeldoorn. nou, dames en heren, ja, ik vind het bijzonder wat er vandaag gebeurd is. En, ja, ik heb het met heel veel plezier en liefde gemaakt. Dank u wel. En het doet mij veel plezier in deze prachtige zaal het eerste exemplaar straks te kunnen aanbieden. Rikkes Poes, terug op de Voorstraat. Het bevat een aantal herinneringen aan de man die de Nederlandse journalistiek zo'n beetje op zijn kop zette. Zijn manier van verslaggeving, hij stond niet boven de harlings, maar ertussenin, zorgde ervoor dat menig berichtje uit zijn langste straatrubriek de provinciale, landelijk en zelfs de wereldpers houden. Er bestond nog geen internet. Zijn communicatiemiddel was zijn bromfiets, waarop hij trots het woordje pers had geschilderd. Het gezin Atema woonde op de Schritsen. Riekes, zijn vrouw Hendrike en beide dochtertjes Anneke en Riddy. Soms werd ik door mijn vader, wij woonden toen boven de drukkerij aan de Voorstraat, naar de Schritsen gestuurd om kopie op te halen voor de zetters in de drukkerij. Kopie voor de krant werd toen nog getypt en geschreven op A4 velletjes krantenpapier die door de zetters achter hun loodzetmachines moesten worden overgetypt. Op de Schritsen kreeg ik dan een kopje thee met een koekje, terwijl Atema de laatste regels van zijn verslag typte. Ik herinner mij een voorval dat de bel ging en moeder Atema deed open en op de stoep stonden twee jongetjes, de pet in de handen en die vroegen of ze de heer Poes even konden spreken. Atema ging naar de deur, zag de jongen staan en zei, zo jongens, komen jullie vertellen over dat oud ijzer dat jullie hebben gestolen bij Welgelegen. Grote stilte. De ene jongen stoot het ander aan. Heb ik het niet tegen die zeit? Die rotpoes, die weet het al. Nou meneer Poes, de complimenten van mijn pa en moeder, of u het alsjeblieft niet in de krant wilt zetten, want we hebben het net teruggebracht bij de werf en we hebben er spiet van. Atema wist wat er speelde in de stad, kende de harlings en zette het in dit geval niet in de krant. Nog even iets over de werkelijke schitterende onderkletverhalen die Atema schreef voor de harlingskrant in het harlings. Niemand wist dat Rikkes Atema de schrijver was. De onderklet stond erbij vermeld. Verhalen en fantasieën over zijn voorvaderen in het harlings, in het harlingen van toen, doorspekt met echte harlinger humor. Een groot gedeelte van deze verhalen hebben we in de oude jaargangen van de krant kunnen achterhalen en opnieuw gezet. Ze staan ook in dit boek en we weten zeker dat we hiermee de echte Harlingen een groot plezier hebben. Ik wil nu het eerste exemplaar gaan overhandigen aan de wethouder van cultuur, meneer Rijn Kuiken. Nou, we moeten even in het midden staan lopen. Ja, dat was het. Jongen, om echt te weten wat Rikkes Poes heeft gedaan in Harlingen, dus, maar als ik dit boekje heb uitgelezen ben ik vast helemaal bij. Wat ik nu wel kan zien is in ieder geval dat het beeld wat staat op het piepje, dat echt prachtig is. Ja. Niet alleen qua locatie, maar ook qua ontwerp en uitvoering. Dus ook nog de complimenten aan Zielstra. Echt vakwerk, dat straalt er vanaf. Compliment aan de initiatiefgroep. Die hebben eigenlijk ook zonder financiële steun van de gemeente hebben ze toch een hele hoop werk verricht om de middelen bij elkaar te krijgen. Hebben het uiteindelijk ook in uitvoering gebracht en het resultaat hebben we zojuist met elkaar kunnen zien. Dus dat is echt ongelooflijk knap. Wij nemen als gemeente, omdat het nu een kunstwerk is in de openbare ruimte, nemen we het nu over. Dat betekent dat het misschien ook wel ons eigendom dan wordt. Daar zijn jullie allemaal blij mee. Als daar ook bij komt kijken dat we het onderhoud gewoon in de toekomst netjes gaan uitvoeren, dan kan jullie bij deze verzekeren dat we dat gaan doen.